fancy things will never come in between. You're part of my vanity, here for infinity. Hallo Tiny Pingwings en wat leuk dat we kijken naar mijn kanaal Infinity NL. Vandaag gaan we natuurlijk weer een facecam video opnemen. En het is eigenlijk een mini tussenserie genaamd Street Fighter 6 de demo. Heel belangrijk om te vermelden, ik heb eigenlijk nog nooit een Street Fighter game gespeeld. Dus toen ik eigenlijk in de PlayStation Store zag dat er een demo van was, dacht ik van hey, het is gratis. Wat houdt mij tegen? Eigenlijk precies helemaal niks. Dus ik dacht, dames en heren, laten we gewoon even kijken of dat is. Ik weet niet precies hoeveel afleveringen het gaat worden. Kan er maar één zijn, kunnen er twee zijn, kunnen er misschien drie zijn. Het moet er niet al te veel zijn, we moeten niet gaan melken natuurlijk. Ligt ook een beetje aan hoe leuk ik het vind. Mijn ervaring met vechtspellen, niet echt, althans qua 2D vechtspellen. Niet echt eigenlijk, Mortal Kombat, that's it eigenlijk, Street Fighter 6. Ik heb het nog nooit gespeeld. Ik ben heel erg benieuwd hoe alle controls gaan zijn. Ik ben benieuwd welke characters we kunnen gaan bespelen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, dames en heren. Het is een demo, dus het is niet de volledige game natuurlijk. Ik heb wel gezien, demo alleen al was iets van 15 gig. Vind ik dan nog best veel, dus eigenlijk, ik weet niet. Misschien is het toch wel meer als we kunnen. Kan ik er nog meer uithalen als ik denk dat we er kunnen uithalen. Dus genoeg geluld. Laten we op het any button. Nou, we kunnen op R2, R3, driehoekje, rondje, kruisje. Het maakt allemaal niet uit. Mijn geluid staat wel redelijk aan de harde kant. Ik weet niet of we dat kunnen fixen, maar ik merkte nou al dat het een beetje heftig was. En hij slaat vast. Oh nee, hij zat laden. Oh. Wauw. Purchase full versie. Nou, dat gaan we nog eventjes niet doen. A multiplayer space for players to gather, fight, interact and take part in special events. The Battle Hub is the place to be. Fighting ground. Test your melee. Oké, nou, het allereerste wat we gaan doen, dames en heren, is het geluid aanpassen. Want ik word nou al helemaal knettergek. Audio. Master volume gaan we even lekker. Ik ben aan het opnemen. Alles even gewoon naar de 5. Half 6. Na 5. You win. Ik win nu al. Holy shit, ik win nu al. Character voice volume. Het is wel fijn dat we gelijk een beetje weten hoe de characters klinken. Ik denk dat 5 een mooie tussenweg is. Ook voor mijn commentary al. Hij moet er wel een beetje bovenuit komen natuurlijk. Ik denk dat ik het leukste is om eventjes met de World Tour te beginnen. Dan krijg je denk ik gewoon een kleine instructie en wat je eigenlijk allemaal moet doen. Oké, it's not saved in this demo. Oké, het is allemaal niet saved. Logisch ook. We spelen het ook maar gewoon eventjes om te testen natuurlijk. Like deze video. Dit is de allerraarste introductie van een game. Dat ik denk ik in mijn hele leven heb gezien. Een training course. Oké, dat is exact wat we nodig hebben, denk ik. Oh, hebben we nou gewoon een... Wat is dit dan? Wauw. Heftig. Kids, take a breather. Luke. Welcome. This is Buckler Security Services. I'm Luke, the coach around here.
You're here for basic training, right? Okay. Let's get you measured up. Yes. Heel apart dit. Oh, create your avatar. Try looking through the available presets. You might find something you like. Okay. Oh. Having long limbs makes it easier for your attacks to... Oh. Je, het maakt dus echt uit hoe je je character aanpast. Oké, oké. Oké, we gaan gewoon voor male natuurlijk. We hebben maar twee body types waar we uit kunnen kiezen. Oh, dat is gewoon male en female, oké. Okay. Ja, laten we gewoon een beetje... Nou, deze man ziet er wel leuk uit. Body presence. Randomize body. We kunnen ook gewoon alles randomizen. Zullen we dat eens gewoon doen? Laten we kijken wat we kunnen doen. Misschien dat... What the fuck? Die randomizer ziet er... What the fuck is dit? Oh. Oké, okay, niks meer klikken. Dit is het beste wat we kunnen krijgen, denk ik. Height. Oké. Okay. Dus eigenlijk als je... Hoe groter je bent... Des te beter je iemand kan raken. Omdat je ook natuurlijk langere armen hebt. Maar des te makkelijker jezelf ook wordt geraakt. Dus ik denk dat het goed is om er een beetje een tussenweggetje in te vinden. En inderdaad op 70 te zetten. Sitting height. Ja, laten we dat ook maar gewoon op een 55 houden. Dat we een beetje nog een balanceerd iets hebben natuurlijk. Wauw, wauw. Jongens, dit is echt belachelijk in de details. Moet je kijken. Dan elk deel van het lichaam aanpassen. Ja, ik weet niet of jullie het al een beetje opvallen, maar voor mij... Maakt dat nooit echt heel veel uit, maar deze game is toch wel belangrijk. Maar mooie heer, front torso heer. Ja, hoeveel je dat kan doen? Man. Zwaar overbodig. Head hair, templus, skin aging, nose mount. Het moet me echt allemaal veel te weinig, heel eerlijk gezegd. Dus ik wil ook een vorm gaan spelen. Bodypaint, kunnen we dat? Oké, dit is een soort infinity symbol. Laten we hier gewoon plakken. Een beetje yin-yang-ping-ping achter, I don't know. Nou, dan hebben we dat ook. Facial, mixed facial paint. Wow, holy shit, dat lijkt als een Xbox logo in zogen. Ja, maar... Ja, wat is dit jongens? Skin core setting natuurlijk allemaal prima. Eyebrows, voice prima. Ja, ik vind het allemaal helemaal goed. Finalize. Confirm character design, Jot. Natuurlijk, naampje. Het is jammer dat ik het nu niet kan vragen aan jullie Tiny Pingwings, welke ik hem zou noemen. Het is geen live video natuurlijk. Zal ik het gewoon? Zou het kunnen? Tiny Pingwing. Tiny Pingwing. Tiny. Hij ziet er ook gewoon niet uit. Kijk die ogen. Ik kan hem zoveel beter kunnen maken, dames en heren. Maar ten eerste, het is een demo. En ten tweede, het interesseert me niet zoveel. Confirm je... Ja hoor. Confirm. Ik ga niet 5 uur uittrekken voor een demo om een character te maken, natuurlijk. Maar Tiny Pingwing, de naam is wel... De naam is nice. Die ogen, joh. Wat creepy. Coach Luke dan. Ik ben benieuwd naar de gameplay. Ja, tutorial is wel nodig. Oké, there are 3 different movements. Oké. Okay. Dat is wel... dat was, oké. Okay. Ik kan lopen. You can also press while holding, allowing you to control the camera. Oh. Okay. Maar waarom zou je zo de camera... Je kunt dus de camera ook bewegen door middel van de knopjes, maar... Met de rechter joystick is het toch veel makkelijker. Vind ik wel. There are 2 control schemes for battles in Tour Mode, Modern and Classic. Modern is a 4-button layout that allows players to enjoy a more freedom approach to combat. Okay, light attack, medium attack of heavy attack, duidelijk. And a special move. Okay.
Jump over Luke 3 times. Oké. Okay. 1, 2, 3. Wauw. Dames en heren, wij zijn echt pro. Je kunt zeggen wat je wil, maar wij zijn echt fucking pro. Nu al. Oké, okay, crouch 3 times. 1, 2. Wauw. Wauw. Oké, okay, hit Luke. We kunnen eindelijk eens gaan slaan. Ja, ja, dat wist ik al. Oké, okay, ja, duidelijk. 1, 2, 3. Ik speel dit spel voor de allereerste keer. Ik ben zo hard aan het ownen. Powerful. When using the modern control scheme, press X to... Oké. Flash knuckle, quickly closing the strike to opponent. You move to depending on which direction you are holding. Oké. Uppercut. 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 Kijk eens, dames en heren. Woo! Throw Luke. We kunnen hem zelfs gooien. What the fuck? When standing right next to an opponent, press vierkantje plus driehoekje voor L2 if you're using the modern control scheme. Oké. Eigenlijk hetzelfde als in Modern Combat, kon je ook mensen pakken. Als ze niet aan het opletten waren, tenminste. Maar dan zou ik ook wel graag willen weten hoe ik kan blokken. Dat moet toch op een gegeven moment ook van de orde zijn. Ja. That's how the basics are. Simple and boring. But remember, even the biggest rockets need a stable launching pad for takeoff, or else they're just gonna crash and burn. You get me? Coach, how is any of that gonna help him handle this? Whoa! Daar gaan we. Een echt gevecht. Alles wat we geleerd hebben kunnen we gaan toepassen. On-screen information during battle. Your vitality decreases every time you take damage. Opponent's vitality decreases every time you deal damage. Drive gawk decreases every time you block. Gradually replenish over time. To claim victory, decrease your opponent's vitality to 0%. Oké. Oké, duidelijk, duidelijk. Hop, hop, hop. Kan ik hem pakken toevallig? Nee, dat nog niet. Uppercut. Oh my god. Het vechten is wel echt een stuk minder smooth als bijvoorbeeld in een oudere titel zoals Mortal Kombat 11. En graphics vallen ook wel wat tegen, dames en heren. Oh, wat gebeurt er? Oh, dit hoort er gewoon bij, denk ik. Dit hoort er allemaal bij. Come on, man. You really gonna be the type to jump before you think? But coach, that is the kind of situation I want to learn to deal with. You're not here to punch bags either, right? Ah, right. This is Bosch. He signed up to the same regimen you are. Bosch. Look, both of you are my trainees, and you joined at the same time. So play nice, okay? Coach, we both came here looking for strength. If both of us are trying to find that strength, sooner or later, one of us is going to get there first. What happens to the other person then? We all know that nobody's going to be friends after that, so why bother pretending now? That's a really tough question. You gotta know what strength means to you before you go looking for it. You go looking for the wrong things, and you really might end up in that situation someday. But you know what? You can cross that bridge when you get to it. You two are still my plucky little trainees. Now listen to what your coach says, and put your hearts into your training. Focus on that. Oké. Okay. Alright. Okay.
back to business. You wanted something more practical, right? Well, practicality comes in many forms. But if you want to start off on the right foot in this city... Hit the streets. The streets. Wauw. Ben ik al overtuigd om deze game te gaan kopen? Nee. Maar ik merk al wel, we gaan er wel meer afleveringen uit halen. Maar dan moet ik dan wel in één zitting gaan doen. Want zoals ze aan het begin al hebben aangegeven, ze slaan mijn story progressie, omdat het een demo is, dus niet op. Dus ik denk hierna één of twee afleveringen nog na te doen. En het dan voor gezien te houden. Hebben we toch eventjes een leuk stukje campagne meegepakt. Ziet er wel kleurrijk uit. Beetje vage cutscene ook, dames en heren, want... Oh, ik wou zeggen, ze praten wel. Oh nee, niet echt. Wat is dit voor... Wat is het voor een cutscene? Oh, we kunnen vrij rond uitlopen nu. Oh, oké. Okay. Messages, you can feel messages. Oké, okay, top. From here on out, I'll be sending your training exercises to the missions app. Check it out and follow the instructions that pop up here. Oké, okay, duidelijk. We hebben nog missies. New kid on the block. Top. Dat is onze missie. Oh. Oké, dames en heren, maar dat gaan wij denk ik gewoon lekker de volgende aflevering doen. Dat gaan we zeker wel doen. We gaan er gewoon nog een mooie aflevering uithalen, misschien nog wel twee. Ja, ik weet nog niet echt precies. Ik heb gewoon even een kleine instructie gehad. Ik ben level 1, ik ben de Tiny Penguin, ik heb 1000 muntjes. Wat ik ermee kan gaan doen, ik heb geen idee. Een beetje, ja... Ik hoop de volgende aflevering natuurlijk net iets meer vechtactie te kunnen krijgen. Maar dat gaat denk ik wel goed komen. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet op dat belletje drukken om te horen zijn van elke nieuwe video. Elke dag om 4 uur komt er een nieuwe video online. En om 10 uur als er een bonusvideo is. Bonusvideo's worden aangekondigd op mijn Instagram. Mycross1000. Ga ook even kijken nemen. En dan check ik jullie later. Bye bye Tiny Penguins.